even op, een momentje. We gaan op wat. Hoe lang heb jij al je bedrijf? Ik heb mijn bedrijf in april 2017, 8 jaar. Wat was je leukste opdracht? Moeilijke, maar een van de leukste was een opdracht op het gebied van duurzaamheid, waarbij we ook een tweede prijs internationaal gewonnen hebben. Een campagne. Wat is je favoriete klant? Dat is een gemene vraag, want ik heb alleen maar leuke klanten. Wat is je doel van dit moment? Mijn doel van dit moment is vooral doorgaan wat we aan het doen zijn, creatieve communicatie. Maar bigger, better en misschien een beetje internationaal. Dus je houdt van reizen? Zeker, zeker. Favoriete land? Nederland natuurlijk. Guilty pleasure? Chocola. En cappuccino's. Favoriete kleur? Turquoise natuurlijk, onze huisstijlkleur. Wat vind je van de kleur geel? Love it, hate it. Discutabel. Ligt eraan welke kleur oranje dit. Geel het is. Wat erg. Wat is je passie? Communicatie. Creatieve communicatie. Heb je huisdieren? Yeah, Boeddha en Lala. Wat doe je het liefste op een vrije dag? In het zonnetje zitten, bakken. Boekje lezen. Hoe kom jij bij de naam Macintosh Branding? Mijn achternaam is Macintosh en branding is eigenlijk hetgene wat wij doen. On- en offline communicatiereclame Macintosh, branding. Kun je ons iets vertellen over de McDuck? Ha, dat is nog top secret. Onze allernieuwste campagne komt naar jou toe. Branding of rebranding? Branding, fresh and bright. Illustrator of InDesign? InDesign. Als er een film over jou gemaakt zou worden, hoe zou die heten? Fresh and Bright. Wat doe je als jij in de macht bent? Zorgen dat we veel meer gaan verduurzamen, meer respect voor elkaar hebben, bij elkaar gaan eten, want dat verbindt. Wat vind jij dat veranderd moet worden? Er moet veel meer liefde voor elkaar zijn, respect voor elkaar en dan komt het allemaal goed met ons. Wanneer ben je tevreden? Nooit. En waar kunnen we jou vinden? www.macintoshbranding.com. Social media, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. Oké, nou dankjewel voor al de vragen die je me hebt beantwoord. En nog een fijne dag. Jij bedankt. Dankjewel. Doei. Doei. Even luisteren, Bart. Belangrijke informatie. Wat moet er veranderen? Veel meer liefde, respect voor elkaar en meer bij elkaar op bezoek en eten. Wat vind jij ervan, Bart? Ik ben het volledig mee eens. We moeten ook meer nader tot elkaar komen. Vind ik ook. En dat kan door middel van eten. Voor de next generation moeten we het gaan regelen. Dag! Lekker weer, hè? Wanneer kom je weer voor de whisky? Snel! Ja, doe dat maar. Ja, gezellig. Doei!